hebben het uiteindelijk met z'n allen gedaan om het aanbod in jullie kantine zo gezond mogelijk te maken. En elke dag weer stappen te zetten om aan de slag te blijven met jullie gezonde aanbod. De mooie broodjes die jullie maken, het fruit wat jullie snijden voor iedereen. Dus jullie hebben hem uiteindelijk verdiend. En het gaat ook om dat alle leerlingen bij jullie op school ook daarvoor de gezonde keuze, de gemakkelijke wordt gemaakt. We delen vandaag 40 schoolkantineschalen uit aan scholen die laten zien dat ze goed bezig zijn om hun assortiment voor hun leerlingen zo gezond mogelijk te maken. En wat is goed bezig zijn? Wat is goed bezig zijn? Dat is dat je je kantine inricht volgens de richtlijnen gezondere kantines van het voedingscentrum. Mm-hmm. Dat je zowel kijkt naar het aanbod, dus wat je de leerlingen biedt, maar dat je ook kijkt naar de uitstraling. Dus dat je het ook gezond presenteert. Dus de betere keuzes, hè, de gezondere producten ook echt vooraan. Bij deze, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met de gouden schoolkantineschalen. En jullie ook allemaal gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, mooi hoor. Gefeliciteerd. En jij ook. En ga vooral zo door met elkaar. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het wel echt een wens is geweest in de afgelopen jaren om deze schaal te bereiken. En het is wel een weg met hobbels geweest, zeg maar, hè? Die soms intern lagen en soms extern lagen. Hè? Dat de richtlijnen toen aangescherpt zijn. Ja. Hè? En dat je met bedrijven zit die de automaten aan moeten passen en dat niet altijd dan willen meteen op korte termijn. Hè? En ook de producten moeten kunnen leveren, dat was ook wel eens een probleem. Maar ik ben heel blij en heel trots dat we bereikt hebben dat we een gezondere keuze aan kunnen bieden. Helemaal goed. Ja, mooi moment dit. Wat kan hier nog beter? Je kunt altijd nog meer fruit aanbieden, water op de balie zetten. Maar deze school is al wel heel goed bezig, want ze hebben goud. Maar natuurlijk kun je ook in het goud kan je nog stappen zetten door nog meer volkorenbrood aan te bieden, water, fruit en daarin de stappen te zetten.